Wat zijn we aan het doen? Spelletje. Spelletje? Spelletje. Of een lachspelletje. Ik snap ook niet waarom we altijd een kwartier van tevoren al moeten gaan zitten. Beter. Ja, Jim. Ja, zo. Yes. Zeker wel. Hi, hallo. Hallo. Hallo, hi. Zo, ga zitten hoor. Yes. Nou Jim, voordat ik vraag hoe het met je gaat, ik heb heel slecht nieuws. Ik heb de bloeduitslagen gezien en die leukemie is teruggekomen. En ik denk dat jij zelf dat nog helemaal niet in de gaten hebt, maar de bloeduitslagen die laten het heel duidelijk zien. Het zou moeilijk zijn om het te geloven zelfs, denk ik, omdat jij je goed voelt, neem ik aan. Wat betekent het, Clara? Nou, het betekent dat die hele behandeling die je doorstaan heeft, niet het resultaat gehad heeft. We hebben je niet kunnen genezen. En je hebt echt de zwaarste behandeling gehad die denkbaar is. Met andere woorden, we hebben nu geen behandeling meer om de ziekte te genezen. En ik begrijp dat ik jullie daar erg mee overval. Wat betekent dit dan? Ja, het betekent op dit moment dat eigenlijk de behandeling gefaald heeft. We hebben helemaal ingezet op genezen. Je bent niet genezen en dat kunnen we dus ook niet meer bereiken. Dus die ziekte zal doorgaan. Dus. En je gaat hier aan overleden. Oké. Ja. Wanneer dat kan, dat weet ik niet. Maar dat kan ook nog jaren zijn, toch? In principe. En mijn ervaring is, dat kan niemand op de wereld voorspellen. Ik dus ook niet. Wat ik wel zeker weet, is dat deze ziekte onbehandelbaar is. En dat je daar op een gegeven moment aan overlijdt. Ik denk dat ik nog ga. Zullen we afspreken dat we elkaar over 3 dagen weer spreken? Dat jij ook meekomt? Ja, tuurlijk. Want ik kan me voor... Kijk, ik kan nu niks opbeurend zeggen. Mm-hmm. Dit is gewoon het slechtste nieuws. Maar ik denk wel goed is om over 3 dagen... Na het weekend, als dit een beetje gezakt is, wel elkaar te spreken weer. Ja, dan zijn we hier. Ja. Nee, je kan dit zelf niet beïnvloeden. Jij hebt je uiterste best gedaan. Je hebt alles gedaan, alles ondergaan qua behandeling. En nu kan je er niks aan bijdragen zelf. En heel stom, ik heb zelf gelezen, een jointje of zo, om de pijn een beetje te verlichten. Of kan het... Dat helpt wel tegen pijn, maar je hebt geen pijn nu. Het is dat ik het zie in de bloeduitslagen, terwijl jij je kip lekker voelt. Dus kijk, als pijn een probleem is, dat kunnen we wel behandelen en je helpen. Dat lukt wel. Maar tegen de ziekte kunnen we ook een joint of wat dan ook, of gezond eten, niks helpt daartegen. Als we gaan. Ja. Ja. En dan spreken we af dat we elkaar na het weekend weer spreken. Oké. Okay. Nou, Jim, sterkte. Niels, jij ook. Ja. En ik zie jullie volgende week weer. Oké. Tot volgende week. Dag.